Ben ik in het gangetje en het huis waar we gewoond hebben, en dat is dus daar, en het heet nu Wisma Guntur B7. Daar lopen de anderen en ze hebben een grote vijver gemaakt in de tuin en een heel leuk huisje. Dat is het huis van Van Lottem. En waar de overkant toen alleen maar sawa's waren, is nu helemaal bebouwd. En de achterkant van het huis van Speldenkamp en van de familie Tam. Het is helemaal in verval. Wat jammer. Dit is de voorkant en de huizen die zijn helemaal bouwvallig geworden. Hier gaan we het straatje in naar achter waar we gewoond hebben. En hier zijn de andere huizen van Speldenkamp, van de Wal en van de familie Keizer. Helemaal vervallen. Nou lopen wij even door en ik kom zo terug.